Duarte zit ertussen en dan gaat het vervolgens verder via Verratti. En is dit Gladon? En dan is daar de 1-0, de zesde minuut. De voorsprong voor Fortuna. En nauwelijks zijn ze daar geweest. Of het is al raak, het is al feest voor de thuisploeg. Burak Yılmaz, 87ste minuut. En ho-ho-ho! Hij maakt hem wel. Ja, ja, hij maakt hem wel. 2-3. Yılmaz bij de tweede paal. Klaar doen. Dus positie bij de eerste paal. Het gaat uiteraard naar Yılmaz. En hij krijgt het voor elkaar. Burak Yılmaz. En daar is de eerste tegentreffer voor Heerenveen. Maar binnengekomen, 1-1. Goed, met de gelijkmaak. Voortreffelijke hoekschop. Yılmaz Barkas. Yılmaz raakt. Onberispelijk, spanning terug. 2-3. En dit is nog een goal. Wordt het nog 4-3. Tot Jakub. Jakub. Is zijn geld nu al waard? Ozan Özyakup. Richting Yılmaz. Aannemen en schieten. En nog een keer schieten. Fita doet het voor Fortuna. Cox met de vrije schop. Doos van Mirali. Nou, dan kun je het proberen uit de tweede lijn. Nou, wat een prachtig doelpunt. Bij zijn eerste basisplaats, Umaro en Balo. Amber, Vito, twee man het bos in. En daar, geweldige voetbal. Dus Jakub met de 2-0. Daar, Cordoba die je meegeeft. Verratti maakt hem vrij en maakt hem 1. Aardige voorzet, daar is Yılmaz met de omhaal. En de goal. Het doelpunt voor Fortuna van Remy Vita met zijn allereerste bal. Voor vandaag Vito de bal de 16 in gaat gooien. En de bal verlengd wordt en binnenvalt. Het doelpunt is van Bessen. Bessen. En nog binnen, want Brandenhorst pakt hem niet. En dan is het 2-2. Erdogan met een schouder op de bal, dus mag Fortuna verder. En Yılmaz kan eruit halen, maar raakt de bal verkeerd. En dan is het Cordoba die ook nog een keer mag schieten en Fortuna op voorsprong brengt. Daar de 16 in en is een schot in de verre hoek dat kieselhard in de goal gaat. Verratti. Daar is Pinto. Hoog. Gladon. En daar is het wel raak. De Wierik die met al zijn macht die bal van de lijn houdt bij de kopbal van Yılmaz. En Balo, en daar is Gladon. Paul Gladon. Twee doelpunten als invaller. Tegen een van zijn oud-werkgevers. Goal, en daar is de goal van Noslin. Wat een knotsgekke wedstrijd is dit. Zeer bedrijvig. En ook goed gegeven nu. Dan moet Yılmaz erachteraan, Benitez. Het is te laat, het is 1-0 voor Fortuna. Het is op de valreep 1-0 voor Fortuna. De eerste kans is raak, Cordoba. Gaat Yılmaz het doen in de 99ste minuut. Nou, hij is heel rustig. Hij is heel rustig. In de hoek die heet het veranderen. Yılmaz Ryan. Yılmaz, feilloos, het is gelijk in Alkmaar. 1-1. Prima teruggelopen en aangeboden door Yılmaz. En daar is Embalo. Umaro Embalo. Tweede doelpunt
voor de Portugees dit seizoen. Zoals hij het altijd doet, hoor. Met ruiten. Vaak met zo'n rustige aanloop. Kijkt hij wat de keeper doet. Yilmaz. En het is gelijk. Al zit Ruiter. En Noslin. Jani Noslin. Een mooie versnelling. En nu telt hij wel Cordoba. Toch de goal. Yilmaz hakken naar Noslin. Doorspelen. Maar dat is goed van Araujo. Die vertraagt daarmee de aanval. Maar stopt hem niet af. Want hier is het. Özyakup. Met de 1-0 voor Fortuna. Voorzitter persoon is de eerste paar minuten. Vanaf de linkerkant. Yilmaz. Hard geschoten. En ook nog raak. Ruiting verlengd. Daar gaat Fortuna Sittard. Wat kan de ploeg nog? Cox, eerste kans. Bal op de paal. Yilmaz nog. Maar weinig ruimte. Duarte met de uithaal. En dan zit hij er alsnog in voor Fortuna. Dat dus scoort in de derde minuut van de tweede helft. Deroy Duarte. Yilmaz niet, maar daar wel de treffer. Van Sio was de beste kopper in de selectie van Fortuna Sittard. Cordoba. Noslin. Komt daar niet bij. Nu alsnog Noslin. En dan valt hij goed voor Bistrovic. Bistrovic, het doelpunt is daar. Het staat 1-1. Noslin, Cordoba voor de goal. Kan Fortuna hier toeslaan uit een lastige hoek. Maar hij zit erin. Wat een goal zeg van Tijani Noslin. Fortuna staat op voorsprong. Noslin. Handig gedaan, Noslin. En dit is een knap doelpunt van de man die sowieso het meeste gevaar stikt bij Fortuna vandaag. Voor Fortuna om op voorsprong te komen. Sterker nog, hij zit er schitterend in.